Volleybalclub Bij Dovenwoord Beek en Donk heeft een nieuwe secretariaat en voorzitter. Ruud van Neerven is de nieuwe voorzitter van de club. Hij is al 40 jaar lid van Bidovo. Bij de jeugd begonnen en ook een hele periode in het vaandelteam van volleybalvereniging Bidovo gespeeld. De nieuwe voorzitter van Bidovo. Maar in ieder geval begin dit jaar eigenlijk. Voorzitter geworden van een volleybalclub bij Dovo. Het was een digitale, zeg maar, vergadering. Een heel opmerkelijke vergadering. Maar wel heel belangstellend door veel Bidovo-leden. Ja, Gerard. Ja, je hebt, ik denk, je slaat de spijker op zijn kop. Deze tijden zijn voor iedereen moeilijk. Dus, daar hoef je niet moeilijk over te doen. En dan... Ja, dus dan kom je met een jaarvergadering die niet zoals normaal in de kantine is en waar het minder gezellig is en noem maar op. Dus je moet er online iets voor gaan zoeken. En helaas zaten wij in de situatie dat het bestuur min of meer uit elkaar viel. Dus dat, en ik zat daarbij en ik ben door de jaren heen op allerlei manieren bij de volleybalvereniging vertrokken. Ik ben 40 jaar lid. En ik denk, ik kan het niet voorbij laten gaan dat deze vereniging zonder bestuur komt te zitten terwijl ik hier toekijk. Dus ik heb daar gezegd van, nou, dan stap ik wel in. En gelukkig was er heel veel enthousiasme in bij de mensen die aanwezig waren. En hadden we binnen de kortste keren toch weer een... Compleet bestuur? Ja. Maar is het zo moeilijk eigenlijk om mensen te vinden, zeg maar, die iets willen doen bij Bidovo? Nou, het is een beetje raar te vragen aan een voorzitter die spontaan ingestapt is. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid mensen zich minder willen binden als vroeger. Dus er zijn genoeg mensen die het een en het ander aan hand- en spandiensten willen doen, die zich in willen zetten voor de vereniging, die hart voor de vereniging hebben. Maar om dat officieel te maken met taken die toch wat structureler plaatsvinden, ja, ik heb het idee dat dat... niet alleen bij ons, maar bij alle verenigingen toch wel moeilijker is. En dan moet je een paar mensen hebben die zo gek zijn en die toch het enthousiasme van die hele grote groep die wel wat wil doen, probeert te prikkelen en dan toch samen maar iets moois ervan maken. En dan zit er ook nog een jubileum aan te komen. Ja, 2022 zeker. Bestaat bij over 50 jaar. Zijn er nu al plannen voor gemaakt, zeg maar? Jazeker, er is een jubileumcommissie opgericht. Wij hebben het geluk dat wij als vereniging goed voor staan. We hebben het net gehad over dat het moeilijk was om een bestuur te vinden. Maar alle andere zaken lopen redelijk goed. We hebben een aantal leuke teams die vertegenwoordigd zijn in de officiële competitie van de Nivobo, de Nederlandse Volleybalbond. We hebben goed wat jeugd, we hebben regelmatige aanwas. En dus ook mensen die enthousiast zijn om een iets bijzonders als 50 jaar jubileum te willen vieren. Dus als vereniging staan we er goed op en hebben we gezegd, nou, we willen iets moois doen. En daar hebben we ook wel wat voor over. Dus het moet wel een spetterend feest worden of een spetterende activiteit. Nou, meneer Ruud, ik heb begrepen, jij gaat binnenkort weer naar Afrika. Dus wat dat betreft wordt het weer... Dan zien we jou niet, maar we horen jou wel. En ik neem aan dat jij wel op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van Bidovo. Zeker weten. Succes. Dankjewel.